Toeslag. Ik heet de staatssecretaris van harte welkom, de woordvoerders, mensen op de publieke tribune. En ik geef meteen het woord aan mevrouw Inge van Dijk van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het duurt te lang. Formeel hebben we morgen reces, maar voor veel ouders staan we nu op hetzelfde punt als vorig jaar rond deze tijd. En dat trek ik me zwaar aan. Want ook al is er intern van alles aan het schuiven en liggen er verbetervoorstellen, pas als ouders dit daadwerkelijk merken, zetten we de juiste stappen. Voorzitter, en ook kinderen van gedupeerde ouders laten zich nu steeds meer horen. En dat is heel logisch. En tegelijkertijd jammer dat het nodig is. En ik steun dan ook van harte de motie Kat, die zich gaat indienen om kinderen te helpen bij hun schulden. En voorzitter, in het gesprek met de inspecteur Belastingen kwam ook weer naar voren dat het proces onvoldoende mogelijkheid tot maatwerk in zich heeft. En daar hebben vooral de zwaar gedupeerde ouders last van. Het formele rapport moet nog naar de Kamer, maar daar wil ik niet op wachten. En daarom deze motie. Gehoord de beraadslaging, overwegend dat het belangrijk is om het herstelproces voor zwaar gedupeerde ouders blijvend te verbeteren, constateren dat er voor IB en CWS lange wachttijden zijn, overwegend dat gemeenten een belangrijke rol hebben om middels urgentieverklaringen zwaar gedupeerde ouders te helpen door voorrang bij IB, overwegend dat de wasstraatbehandeling die volgt uit het amendement leidt en evaluatiebepaling kent die een jaar na inwerkingtreding volgt, verzoekt de regering manieren te onderzoeken om zwaar gedupeerde ouders zo snel mogelijk herstel en maatwerk te kunnen bieden, waarbij onder andere meegenomen wordt of zwaar gedupeerde ouders met urgente problematiek niet alleen prioriteit bij de integrale beoordeling kunnen krijgen, maar ook bij CWS, of gemeenten nog meer zouden kunnen helpen bij het identificeren van deze groep en de evaluatie van de wasstraatbehandeling van amendement Leijten meenemen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door collega Grinwis. Dank u wel, mevrouw Van Dijk. En dan geef ik het woord aan mevrouw Kat, D66. Dank u wel, voorzitter. Omdat ik signalen heb ontvangen van de jongeren zelf die met schulden zitten, maar ook van de kinderombudsman van Rotterdam en de VNG, wil ik graag de volgende motie indienen. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gedupeerde jongeren met problematische schulden toegang moeten hebben tot een voor hen passend schuldhulpverleningsaanbod dat recht doet aan een situatie. Overwegende dat de definitie van problematische schulden als aflosbaar binnen 36 maanden geen ruimte laat voor maatwerk door gemeenten. Overwegende dat aflossingscapaciteit een bepalende factor is voor schuldeisers om akkoord te gaan met een schuldsaneringskrediet via de gemeente. Overwegende dat niet saneerbare schulden zoals de hoofdsom van duo-schulden niet meegenomen worden in schuldsaneringstrajecten, verzoekt de regering in overleg met de VNG en NVVK ervoor te zorgen dat gedupeerde jongeren niet buiten de boot vallen vanwege de 36 maanden definitie, bijvoorbeeld door aan te sluiten op de definitie uit artikel 284 lid 1 van de faillissementwet. Die spreekt over schulden waarvan redelijkerwijs te voorzien is dat een natuurlijke persoon niet voort zal kunnen gaan met het betalen daarvan en hierover in de eerstvolgende voortgangsrapportage te rapporteren. Verzoekt de regering in overleg met de VNG en NVVK te bewerkstelligen dat bij gedupeerde jongeren een aantrekkelijk aanbod wordt gedaan aan schuldeisers door bijvoorbeeld ten gunste van de jongeren uit te gaan van ofwel de fictieve minimale ofwel de werkelijke aflosscapaciteit, beide zonder financiële tegenprestatie van de jongeren. En tenslotte verzoekt de regering in overleg met de VNG en NVVK gemeenten na afloop van een schuldsaneringstraject ruimte te bieden om gedupeerde jongeren met een niet saneerbare schuld op basis van hun behoeften te ondersteunen en te zorgen voor maatwerk voor een schuldenvrije toekomst. Ondertekend door Kat, Grinwis, Inge van Dijk en Van der Lee. Dank u wel, mevrouw Kat. En dan geef ik tot slot het woord aan de heer Van der Lee, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. We hadden een goed, maar ook wel stevig debat, waarbij Kamerbreed de staatssecretaris opnieuw is gevraagd om alles op alles te zetten om versnelling te brengen in deze complexe hersteloperatie, o zo noodzakelijke operatie. En ja, daarbij ook bij nieuwe stappen te kijken naar ja, wat dat voor mogelijkheden biedt in de verdere operatie, heb ik een motie. En die ga ik even rustig voorlezen. Die is ook mede ondertekend door mevrouw Paul. De Kamer hoort de beraadslaging overwegende dat het kabinet via een zogenaamde vaststellingsovereenkomst een nieuwe alternatieve herstelroute wil introduceren voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Overwegende dat in deze route ook nieuwe vormen van forfaitaire schades vergoed zullen gaan worden. Overwegende dat het meerwaarde voor de gehele operatie kan hebben als lessen uit de nieuwe VSO-route toegepast worden, indien deze verbetering en versnelling opleveren, verzoekt het kabinet om bij de ontwikkeling van de nieuwe route lessen te blijven leren en oog te houden voor kansen om succesvolle en geschikte elementen uit de nieuwe route met de vaststellingsovereenkomst waar mogelijk ook te gebruiken in de rest van de hersteloperatie en gaat over tot de orde van de dag en zoals gezegd mede ondertekend door mevrouw Pauw. Dank u wel, meneer Van der Lee. Ik schors waarschijnlijk voor een enkel moment, zodat... ik had 0 minuten doorgekregen, maar dan geef ik u nog even het woord. Ja, die als er kan. Ja, gaat u gaan. Ja, dat geeft helemaal niks. We hebben nog ruimte. Ja, dank voorzitter. Het was het zoveelste debat in de rij van debatten over de afhandeling van alles wat met toeslagen te maken heeft. Een van de belangrijkste constateringen is dat we echt te lang de mensen die het zwaarst geleden hebben, die het meest vernederd zijn, die financieel ook echte pijn hebben geleden en daardoor ook in de familiesfeer heel veel consequenties hebben ervaren, dat we die echt te lang laten wachten. En ik vind het echt onbestaanbaar dat onder leiding van de staatssecretaris het aantal mensen wat zich aandient bij CWS alleen maar oploopt. En dat constateren we en vervolgens wordt er gezegd, dan gaan we allerlei andere dingen verzinnen om dat dan op te lossen, terwijl we dat al 3 jaar zagen aankomen. Ik vind dat echt onbestaanbaar en het doet de ouders en de kinderen die het meeste geleden hebben ongelooflijk veel extra pijn. Dat is gewoon niet goed genoeg. Voorzitter, ik heb 2 moties. De Kamer hoort de beraadslaging, constateert dat de regering werkt aan een alternatieve VSO-route om de fase van de aanvullende werkelijke schade sneller te kunnen doorlopen. Overwege dat een onderdeel van deze VSO-route is dat sneller causaliteit aannemelijker wordt geacht tussen het kinderopvangtoeslagschandaal en aanvullende werkelijke schade. Overwege dat deze verlaagde causaliteitseis ook voor de CWS-route zou moeten gelden omdat anders rechtsongelijkheid ontstaat, verzoekt de regering om de verlaagde causaliteitseis ook voor de CWS-route te laten gelden en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterende dat de commissie werkelijke schade zelf met een 5-puntenplan is gekomen om de afhandeling van de aanvullende werkelijke schade te versnellen. Overwegende dat er nog geen kabinetsreacties op het 5-puntenplan van de commissie werkelijke schade, verzoekt de regering om voor 1 september met een kabinetsreactie te komen op het 5-puntenplan van commissie werkelijke schade en indien mogelijk onderdelen zo snel mogelijk te implementeren. Hij gaat over tot de orde van de dag. Dank. Dank u wel, meneer. Als ik kan, kijk even naar de minister. 5 minuten even schorsen. Ja, schorsvergadering voor 5 minuten.
heropen de vergadering. Het woord is aan de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Misschien heel kort, voordat ik aan de moties begin met de beoordeling. Het CDA gaf heel nadrukkelijk aan, het duurt te lang. Ik denk dat we dat gevoel allemaal hebben. En zeker de ouders die dat ook heel erg ervaren. Ik denk dat we niet helemaal op hetzelfde punt staan als vorig jaar. Daar ben ik dan niet mee eens met het CDA. Ik denk dat we echt wel stappen gezet hebben. Maar we moeten ook nog veel stappen zetten. Ik denk dat we echt wel voortgang hebben geboekt. Bijvoorbeeld bij de schuldenaanpak, de kindregeling, maar ook met de versnelling rondom de integrale beoordeling. Maar dat is nog niet snel genoeg, dus daar wordt nu ook hard aan gewerkt. En ik denk dat dat belangrijk is, ook voor de ouders en de kinderen. Dan de motie van het CDA. Die vraagt om te kijken naar de zwaarst gedupeerde ouders. Ik denk dat we het over eens zijn, daar hebben we het ook in het debat over gehad, dat dat een belangrijke en begrijpelijke wens is. Ik wil er wel nog een paar kanttekeningen bij maken. Dat het voor ons vaak lastig is in te schatten wie de exact zwaarst gedupeerde ouders zijn. Omdat soms ook een kleine terugvordering die we wel kunnen zien in de systemen natuurlijk ook tot grote problemen kan hebben geleid bij ouders. Dus we hebben ook gemeenten gevraagd, kijk nu of je een urgentieverklaring en naar de schrijnendheid van de situatie kan kijken. En zodat er een versnelde beoordeling kan plaatsvinden. Ik wil nog wel zeggen, ook in, omdat er ook het amendement Leijten in wordt genoemd, dat we daar nog wel een uitvoeringstoets naar moeten doen. Hoe we dat op een goede manier uitvoerbaar kunnen krijgen. En ik wil er als kanttekening bij zeggen dat de capaciteit van de organisatie op dit moment wel beperkt is. We hebben hele grote trajecten inzetten om ook de werkelijke schade te verbeteren. Maar met die opmerkingen erbij vind ik het heel goed om nog verder te kijken hoe we dat voor de ouders, de gegroepeerde ouders, de zwaarst gegroepeerde ouders kunnen doen. Door bijvoorbeeld bij CWS ook te kijken naar voorrang en ook te kijken met de gemeente wat we nog meer zouden kunnen doen. Want ik denk dat dat in het belang van iedereen is. Dus oordeelkamer. Ja. Motie 1 krijgt oordeelkamer. Motie 2. Dan motie 2 van D66. Daar worden een aantal dingen in gevraagd. En een aantal van de zaken, bijvoorbeeld zoals de 36 maanden, is wel iets wat tussen bijvoorbeeld VNG en NVVK en ook het ministerie van SZW natuurlijk besproken is. Ik snap de punten die D66 hierbij aankaart. Het is zo dat we met de voorliggende aanpak natuurlijk 35 miljoen beschikbaar stellen voor een aanvullend pakket voor de problematische schulden van jongeren. Maar ik zou willen vragen om het toch even aan te houden, omdat ik een aantal punten niet goed genoeg kan overzien of het goed uitvoerbaar is, voorzitter. En ik zou ook graag eventjes met de VNG, NVVK en ook met SZW zou willen bespreken om hier echt een goed oordeel over te kunnen hebben. Kijk even naar mevrouw Kat of ze bereid is om motie 2 aan te houden. Dat is niet het geval. Als ze hem in stemming brengt, wat is dan uw appreciatie? Dan wordt hij hier ontraden, voorzitter. Dank u wel. We gaan naar motie 3. Dan motie 3. Dat is de motie van Van der Lee en Paul. Het gaat over het gebruik maken van de lessen die geleerd worden bij de aanvullende, de nieuwe VSO-route. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die lessen blijven leren en ook de succesvolle elementen kunnen gaan implementeren in de hersteloperatie. Het is wel zo dat er in de integrale beoordeling natuurlijk nu ook al forfaitaire elementen en componenten in zitten, maar dat weet de heer Van der Lee als geen ander. Ik wil wel aangeven dat als het gaat om de schade binnen de IB op te nemen, dat de integrale beoordeling wel nodig is ook voor het bepalen van de aanvullende schade. En dat het IB-proces dan langer voor iedereen kan duren terwijl maar een klein deel aanvullende schade heeft. Maar ik ben altijd bereid om te kijken, kunnen we daar elementen van meenemen? Bijvoorbeeld in de schade in mediation of op andere plekken VSO's afsluiten. Dus ik zou die ook oordeelkamer willen geven, voorzitter. Motie 3 krijgt oordeelkamer. Nee, we hebben een wat strakker regime nu vandaag met de veelheid aan 2 minuten debatten. Dus alleen de mogelijkheid om 1 vraag te stellen als het gaat over de eigen motie. Gaan we naar 4. De 2 moties van Denk de heer Azarkan. Verzoekt de regering om de verlaagde causaliteitseis ook voor de CWS-route te laten gelden. Wij zijn op dit moment druk in gesprek met de commissie werkelijke schade om te kijken hoe we daarmee in die route zouden moeten omgaan. Wij willen dat ook graag bespreken, maar het zijn ook wel degelijk andere routes. Het gaat ook om andere soorten schadeposten, vaak waar veel preciezer gekeken wordt. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld hele bedrijven waar schade is opgetreden. Ik zou willen vragen om ook deze aan te houden, zodat we dat gesprek goed met de commissie werkelijke schade kunnen doen. Het ook goed kunnen afstemmen met de andere VSO-routes, want het zijn beide toch echt wel iets andere routes. Ja. Kijk even naar de heer Asser, kan of hij bereid is om motie 4 aan te houden.
Nee, dat is niet het geval. Wat is dan uw appreciatie? Is hier ontraden. Dan gaan we naar motie 5. Motie 5 verzoekt de regering om voor 1 september 2023 met de kabinetsreactie te komen op het 5-puntenplan van CWS en in die mogelijke onderdelen hiervan te implementeren. Het lijkt me goed dat we daar inderdaad nog met een uitgebreidere reactie op komen richting de Tweede Kamer. We zijn op dit moment ook heel druk in gesprek met de commissie werkelijke schade over dat 5-puntenplan om te kijken hoe we ook daar kunnen versnellen en opschalen. Ik zou wel willen voorstellen of ik dat bij de volgende voortgangsrapportage dan mee kan nemen. Dat is dan niet 1 september. Om het gewoon ook als een gebundeld geheel weer aan de Tweede Kamer voor te kunnen leggen. Kijk even of de heer Assekans zich daarin kan vinden in de volgende voortgangsrapportage. Dat is niet het geval. Nou, dan geef ik hem toch oordeelkamer. Toch oordeelkamer. En dan gaan wij kijken of we een aanvullende brief kunnen sturen, voorzitter. Ik wou ook de stukken richting de Kamer een beetje beperken, maar... Dank u wel. Dan wil ik de staatssecretaris van harte danken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen. Deze beraadslaging. We gaan vanavond nog stemmen over de ingediende moties. Ik dank nogmaals de staatssecretaris en de woordvoerders. Ik schors vrijdag voor een enkel moment. En dan gaan we over met een debat over het voorstel van de leden Belhuis, Stoffer en Van der Woude. Ik schors vrijdag voor een enkel moment. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het vervolg van het debat over het voorstel van de leden Belhuis, Stoffer en Van der Woude tot wijziging van de regio.